Vertel me even, wat gaat er door je heen als je dat ziet? Ja, ik vind dat hij ontzettend groot is. Kijk nou heel even, Klaas. Er zit zelfs een lampje bovenop. Ja, maar ik wil nog even iets verder gaan. Ja? Voel jij verwantschap met dat zwaard? Nou ja, ik vind het wel heel bijzonder, ja. Ik vind het wel een heel bijzonder verhaal wat we natuurlijk nu vertellen over dit dier. Ja, het gaat wat verder, Tim. Oh ja, is dat zo? Het gaat wat verder, Tim. Tim, wat heb jij gemeen met fotomodel Doutzen Kroes, of met de shorttrekker Shenkie Knecht, met astronaut André Kuipers, of met cabaretier Arjen Lubach? Het is een open vraag. Ja, dat we natuurlijk wel allemaal echte Friese zijn, denk ik. Ja. Beetje ongemakkelijk begint het. Ja, wel een beetje. Ik vind het niks leuk. Oh, dat vind ik leuk. Ja. Nou, maak het gewoon bekend. Wij maken het bekend. Hij mag het zelf bekend maken, want ik heb iets voor hem meegenomen. En dan moet hij uitpakken en dan zal hij het wel mee. Wil je het even uitpakken en dan voorlezen? Oké, ja, wil jij dit wel even voor? Jeetje, jongens. Zo kan ik het bij je. Hiermee verklaren wij Biergroep en trotsen dat Tim Douwsma jet tot de familie en daarmee bezippen is om Brutte Pier van Rimswurts. Dat is een echte familie, verklaarde je dat uitspreken kennen. Boetebree en Green Seas, wat dat net zes keer is, Gindelbrocht de Vries. Alleman in of more, sorry hè? Is het even niet goed naar de Sjen? Alleman in. Ik zal het even in gewoon Nederlands zeggen. Tim, ja? Jij bent een afstammeling. Een echte afstammeling, ja, van Brutte Pier. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder, jongens. En we hebben ook nog een uitnodiging voor je. Op 19 juni, Vaderdag, dan is er in Kimsund een grote familiedag met alle afstammelingen van Grutte Pier. Oh, en jij bent uitgenodigd om daar te komen. En als je het pierbewijs meeneemt, heb je ook nog gratis toegang. Nou, wat super, jongens. Dank je wel. Ja, het is dus geen geintje. Laten wat we leuk, zien, zeg. Geef me even een dame applaus. Zal ik hem hierop zetten? Ja. Het lukt, hoor. Ik weet niet of het lukt. Oh. Alsjeblieft.